We zijn hier vanavond in Sporthal Bourgooien in Gent. Gent is zo'n beetje de bakermat van het minivoetbal. En wat wij eigenlijk vanavond meemaken, dat zijn de drie finales van de Beker van België. We etaleren hier eigenlijk een beetje onze drie competities waar dan we het meest belang aan hechten. Dat zijn de vrouwencompetitie. Denk eigenlijk, de vrouwencompetitie zit een beetje in de lift. De jeugd, min 13 jaar, dat is de tweede wedstrijd die nu bezig is. Kevin De Bruyne heeft dat ook. Hij was in Tolhuis aanwezig, zoveel jaar geleden. En dan heeft hij ook gezegd, kijk, al mijn techniek heb ik geleerd in het minivoetbal. Dat is in ons jeugdfinale. En straks komt dan de grote finale van de senioren eigenlijk, van ja, onze nationale competitie. En vanavond zijn dat twee eerste nationals, de kampioen San Siro Boys Deftingen. En de ploeg die vijfde is geëindigd, Hartlabeur Nazareth. San Siro vertrekt als uitgesproken favoriet, maar daarvoor is een bekercompetitie. Ook in het minivoetbal zijn verrassingen die uitgesloten. Heel spannende wedstrijd. We wisten dat het heel moeilijk ging worden. Goede ploeg, een ploeg die altijd vecht voor alles. We hadden er ons aan verwacht, maar het was natuurlijk heel spannend. Op het einde nog een tandje bijsteken, het was nodig. En mooi resultaat behaald en ja, we zijn heel, heel, heel tevreden. Dat is, ik denk dat er weer een jaartje van mijn levensweg weg is. Dus dat is stress, hè, maar gezonde stress. Hè. En het is mooi als we het dan als winnend kunnen afsluiten. Hè. Van alles. Tevreden enerzijds dat de wedstrijd gedaan was, want het was heel, heel zwaar. Tevredenheid, fier op mijn team, op coach, op bestuur. Vier dat we dat kunnen doen voor de club ook. We gaan een feestje bouwen, denk ik. Ook nog een keer een dikke chapeau voor Nazareth. Echt waar. Het heeft ons heel, heel moeilijk gemaakt. Zou wel zijn. Dikke chapeau. Echt waar. De dubbel is voor San Siro Boys Deftingen.